ik stel wel zo voor. Dus Jeroen Bloemhof, dames en heren. Jeroen Bloemhof! Doe het maar lekker zelf. Ja. Ja. Dank u wel en goedenavond Rotterdam. En heeft het een beetje naar ons zin? Ja. Altijd. Ik niet. Nee, ik ben depressief namelijk. Depressief. Nee, ik woon nog bij mijn ouders thuis. Dus ik heb geen zelfmoordneigingen. Nee, ik heb gewoon moordneigingen. Want op mijn leeftijd wonen bij je ouders is gewoon kut. Hè? Maar het is wel heel erg leerzaam. Zo ben ik er pas achtergekomen dat toen ik klein was, ben ik opgegroeid in een dictatuur. Maar ik kan niks tegen mijn ouders in te brengen. Totaal geen inspraak. Hè? En als mijn moeder boos op me werd, ik was naar hem toe en riep ze: Jeroen, onthoud, het is hier één huis, één gezin en twee ouders. Eva en Adolf. Ja, en dan zet ze me op de trein naar zomerkamp. Voor kinderen met een concentratieprobleem. Ja, maar een vervelende tijd. Maar gelukkig startte ik een revolutie. Hè? En ik bracht een democratie bij ons in thuis. De meeste mensen kennen het wel, het was de meeste stemmen gelden. Het was een fantastische tijd in mijn leven. Gewoon met McDonald's, Disneyland, heroïne spuiten. Nou, gouden jaren. In ieder geval wat ik me ervan kan herinneren. En daarna zijn mijn ouders ook door een socialistische tijd heen gegaan. Mijn moeder, die ik ben natuurlijk die situatie in Rusland. Maar mijn moeder die steunde mij heel erg met dat ik homo was. Ze ging namelijk heel vaak met me mee naar alle musicals die ik wilde zien. Hè? En ook echt dure musicals. De Miserabele, Lion King, noem maar op. Nou, ze was dus heel teleurgesteld toen ik dat ik hetero was. Ja, ze had toch al die tijd in mij geïnvesteerd. Ze had veel liever gehad dat ze een homoseksuele zoon had gehad. Zoals Jamai bijvoorbeeld. En ik moet eerlijk zeggen, als je moeder tegen je zegt dat ze liever Jamai had als zoon, dan heb je toch wel heel slecht gedaan hoor. Ja, dat is helaas een einde aangekomen. Mijn ouders zijn namelijk corrupt geworden. Ze zeiden tegen mij van: Jeroen, je bent nu volwassen, dus ze behandelden je als gelijke, maar je moet nog wel aan onze regels houden. Ze hebben dus gewoon een fucking communistisch systeem bij ons in huis ingevoerd. Mijn vader is veranderd in een ware Stalin. Hij heeft ook zijn snor laten staan. Mijn moeder die heeft de bijnaam gekregen Moeder Rusland. En die heeft ook de snor laten staan. Het is ook een nare situatie. Ik was ook helemaal in de war. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik ga een koude oorlog beginnen. En wat ik daarmee bedoel is, ik ga het huis uit. Want dat is gewoon hetzelfde. Je ziet elkaar bijna nooit. Als je op bezoek gaat, is het ook gewoon om de vrede te bewaren en hangt dus zo'n spanning in de lucht. En dat is natuurlijk een wapenwedloop. In ieder geval, mijn vader en ik vergelijken vaak kernkoppen. Maar het lijkt me ook niet een ideale situatie, zo'n oorlog. Maar er zit wel één heel groot voordeel aan. Dat is namelijk dat ik die oorlog ga winnen. En want zij gaan eerder dood. Oh. Ja, dus ik heb dat om naar uit te kijken. Nee, ik heb het best prima bij mijn ouders hoor. Maar ze kunnen zo goed overdrijven. Zoals ze bij ons in de buurt onlangs ingebroken. Dat is niet zo raar, ik woon op Zuid. Maar mijn moeder is toch helemaal door. Tralies voor de ramen, beveiligingscamera's, waakhonden. En dan zelfs een fucking uitsmijter voor de deur. Weet je wel hoe kut het is om je eten te moeten laten zien om in je eigen huis te komen? Maar ja, mijn moeder voelde zich veilig, dus het was prima. Totdat mijn vader op zakenreis moest voor een week. Toen moest ik zorgen dat ik thuis sliep en niet bij mijn vriendin. Dus ik vraag aan moeder, ja, maar luister, als ze hier wordt ingebroken, ik ga haar niet helpen. Ik ga mij verstoppen en ik bid tot God dat ze jou eerder vinden dan mij. En ik ben een atheïste, dat wil wat zeggen. Beetje boos. Nou, dus ik probeer het dan toch goed te maken van, ja, als die wordt ingebroken, ik weet niet hoe ik zou reageren. Hè? En dat is ook eerlijk, ik zou het niet weten. En ik heb ook aan nadenken gezegd van, ja, hoe zou ik reageren? Wat mij interessanter lijkt, is hoe zou die inbreker reageren als die mij tegenkomt? Dat ik in bed lig, ik sta nog niet, al voor het slapen gaan, heb ik mijn laptop erbij gepakt, koptelefoon op, doos met tissues, en ik ben me even aan het ontspannen. Ja, gewoon even lekker ontspannen voor het slapen gaan. De mannen kennen het wel.
Werkt fantastisch. Maar wat nou als op zo'n moment een inbreker binnenloopt? Doet de deur open, ziet mij daar. Loopt richting het bed. Houdt oogcontact. Stapt het bed in. Met de hand zoekende naar mijn kruis. Fluister ik er wat van te zeggen. En ik fluister, ga door. Want jij, voor mij is dat gewoon een prima vrijdagavond. Afgetrokken worden door een inbreker. Ja, misschien wisselen we dan wat telefoonnummers uit. Gaan we op een date. Ontstaat wel een mooie relatie. Tja, ze inbreker ook gewoon een vrouw zijn. Nee, doe dat zeker omdat het een man was, omdat het de inbreker is. Nee, dat geloof ik niet. Dat vind ik niet kunnen, want ja, ik ben geëmancipeerd. Vrouwen kunnen net zo goed inbreken als mannen. Ja, nou, nu ik het toch over inbrekers heb, moet ik het toch ook even mijn broer hebben. Niet een verkeerde idee. Mijn broer is geen inbreker, maar dankzij hem heb ik wel een keer een avond op een Spaans politiebureau gezeten. Ja, we waren samen op vakantie. En voordat ik dit verder vertel, moet ik even ook bij je vermelden. Mijn broer gaat vaak over de schreef en wordt nooit gepakt. Hij zou de ideale seriemoordenaar zijn, maar hij wordt echt nooit ergens voor gepakt. Ik ben een engeltje, ik ga bijna nooit over de schreef. Maar als ik dat ooit doe, word ik meteen gepakt. Maar goed, we waren dus in Spanje. Er was niks te doen in het dorpje, dus wij gaan het stadje in. Flinke drinken op. En mijn broer ziet een zwembad van een hotel. En hij besluit, ik ga over het hek klimmen. Kleren uit tot aan de boxershort. En ik trek een paar baantjes. Zo gezegd, zo gedaan. Niks aan de hand. We gaan verder de stad in. Mijn broer verder in boxershort. En het is een leuke avond. Maar ja, later op de vakantie besluiten mijn vrienden en ik. Maar ja, dan moeten we wel evenaren natuurlijk, hè. We kunnen niet mijn broer met de eerder vandoor laten gaan. Dus, wij plannen de avond helemaal van tevoren. We hebben zaklampen bij ons. We hebben tassen met droge kleren. Ik heb mijn zwembroek aan onder mijn kleding. Dus we staan er bij het zwembad. En ik sta met mijn zwembroek aan. En ik zet één stap zo over het lage hekje heen. En ik sta klaar. En ik hoor even mijn vrienden. Politie, politie. Dus ik weer mijn been. Terug over dat hekje. En ik zie daar niet één. Niet twee. Maar drie politiebusjes staan. Drie politiebusjes om een paar tieners tegen te houden. Die willen zwemmen. In een zwembad. Dus ja, bij ons beste Engels zegt die agenten praten. En dat was in principe geen probleem, hè, we moesten het gewoon niet doen. Buiten het feit dat ik mijn ID-bewijs niet bij me had. Dus ik moest mee naar het bureau. En nee, ik hoefde niet in het busje, nee, het politiebureau staat om de hoek van het hotel waar we proberen in te breken. Dus ik zit op het politiebureau, ik krijg een formulier voor me geschoven. En ik moet mijn persoonlijke informatie invullen. Dus ook mijn SOFI-nummer. Dat was dus op mijn ID-bewijs. Mijn vrienden terug naar de camping, die bellen mij dat nummer door. Kijk, ik vul het formulier verder in. Ik geef mijn formulier aan die agent. Hier, alsjeblieft Tos. Adios. En ik mocht gaan. En dat is dus een verhaal met een anticlimax. Ja. Vorige keer ging die wel goed. Mijn broer, is een geval apart. Dat een keer dat ging, ging voor het eerst neem ik mijn vriendin mee. Mijn Duitse vriendin praat geen Nederlands. Ik nam me mee naar een verjaardag. Ik was nog nooit mee geweest naar een verjaardag van een van mijn familieleden. En wij zitten op de achterbank van de auto. Op de voorbank zit mijn schoonzus achter het stuur. En mijn broer als passagier. Feestje, gezellig. Mijn broer kijkt iets diep in het glaasje. Komt wel vaker voor. Ook geen probleem, want hij is al net een kind. In de auto. Een kwartier lang is hij super vervelend en super irritant en heel erg druk. Maar daarna valt hij in slaap. Ja, dus daar heb je geen probleem aan. Maar ja, dit keer ging het hetzelfde, maar werd hij wakker. En hij zei, ik voel me niet zo lekker, dus ik zet even een raampje open. Oké, hij zet een raampje open op de snelweg. Dus ook mijn vriendin en ik krijgen vol die wind in ons gezicht. Maar hij voelt zich nog steeds niet zo lekker. Tot een punt waar hij, waar zijn maag de inhoud van de avond toch vrij gewelddadig naar buiten brengt. Nou weet ik niet of jullie weten wat voor effect een openstaand raampje heeft op een bewegende auto op de snelweg. Maar die vloeistoffen, die komen ook richting de achterbank. En ik wil zeggen, mijn vriendin en ik, we werden niet ondergekotst. Maar het was wel tot het punt waar we dachten, nou ja, als wij thuis zijn gaan we eerst even douchen. Dat lijkt me wel zo verstandig. Maar ja,
mijn zoon en zus was gewend. Die is even steuren staan aan de zijkant van de snelweg. Heeft het schoongemaakt, mijn broer verzorgd. En voordat we wegrijden, draait ze nog even om naar mijn vriendin. En zegt in de beste Engels: "Welcome to the family." Alsof mijn vriendin daarmee nu officieel lid is van een of andere Nederlandse maffia. Waarbij je geïntroduceerd wordt door ondergekotst te worden door een van de leden. En dat was dus hoe mijn vriendin werd voorgesteld aan de familie. Ik vond het een hele aparte ervaring. Nee, ik hou wel van mijn familie en ik vind familie ook belangrijk. Ik ben alleen wel het zwarte schaap aan mijn familie. Want mijn hele familie is succesvol. En mijn broer heeft een baan, een huis, vriendin, geweldig dochtertje. Mijn ouders, ja, die hebben mij. Mijn opa en oma, die zijn nog gezond, genieten van een pensioen. Ja, wat heb ik? Ja, ik ben creatief. Ja, ik ben de studerende comedian die niks heeft bereikt. Ja, mijn troost is dan dat ik mensen aan lachen maak, hè? Af en toe. Ja. Maar ik vind het wel prima om mijn succes in te leveren voor plezier. Ja, maar dan gaat het ook om, hè? Plezier in het leven. Maar als jullie dan toch medelijden met me hebben, ik accepteer wel donaties in de vorm van bier aan de bar, contant geld. En u kunt ook storten naar Giro 5588 voor stichting Steun de Komiek. En met een kleine bijdrage kan je mij al het gevoel geven van succes. Dus het wordt heel erg op prijs gesteld. En ik ben aan het sparen voor een PlayStation 4. Het zou wel heel fijn zijn. Maar, ja. Mijn naam is Jeroen Bloemhof en donaties of niet, u was een fantastisch publiek. Dank u wel.